Daar hebben we onze pianist. Of moet ik zeggen componist. Ik heb graag dat je op tijd komt, anders is daar het gat van de deur. Hé, hey Cas, wil je met me uit vanavond? Ik ben zo blij dat ze nu iets met jou heeft. Ik wil eigenlijk componist worden. Als jij in Praag optreedt, zit ik vooraan. Waarom durf ik niet om mijn vader af te stappen? Ik dacht dat je die niet had. Natuurlijk wel, iedereen heeft een vader, Pim. Mam, ik wil hem leren kennen. Kasper, dat gaat niet. Het is onduidelijk, is mijn vader bejaard. Hoe noem je twee vechtende bejaarden? Een 80-jarige oorlog. Vader heeft het ook gehad. Is jouw vader genezen? Life's a bitch, and then you die. Wordt hij zo weer beter? Ja, dat weet je nooit met die ziekte. Ik zou naar Praag gaan, maar ik ga niet meer. Anou, ik moet je spreken! Eerst moet je beloven dat je het doet. Voor jou doe ik alles. Dit is wat ik van je moeder heb. Ons verhaal. Zo diep zoals jij op alle shit van de wereld ingaat, zo oppervlakkig ben je in het echt. Je moet zelf weten wat je doet, Kasper. Daar heb ik niks over te zeggen. Ik denk dat ik op de een of andere manier altijd weer bij jou terugkom. Staying alive, man. Dat is de tekst.